Men neemt een krappe binnenstedelijke bouwlocatie. Voeg daar een basisschool op de aanvoerroute van de bouwmaterialen aan toe, die van de logistiek een ware puzzel maakt. Gevolgd door enkele pittige details voor wat de constructie betreft. B-Bouw Midret heeft er allemaal mee te maken op project Zonnehof in Oudekerk aan de Amstel. De ruwbouwgroep neemt de aannemer hierbij flink wat werk uit handen. Als het om kalkzandsteen of vloeren gaat, hebben wij al een goede relatie opgebouwd met de ruwbouwgroep. Voor dit project zochten wij alleen de partij die ons in de ruwbouw wat meer kon ontzorgen. Zodat wij zelf zo weinig mogelijk hoefden om te kijken naar de ruwbouw. En die hebben wij in de ruwbouwgroep gevonden. De leverancier van de Dycor kanaalplaatvloeren, Dycor breedplaatvloeren en Calduran kalkzandsteenelementen ten behoeve van de dragende wanden verzorgt hier namelijk het grootste gedeelte van het casco-werk. Onder de naam DRBG Kalkzandsteen Casco wordt B-Bouw Midret de volledige werkvoorbereiding, levering en montage van de casco's, een zorggebouw en twee omliggende woongebouwen, uit handen genomen. Zo'n 90% van het totale ruwbouwwerk. Vanuit de ruwbouwgroep fungeert één projectcoördinator. In het geval van B-Bouw Midret is dat Ronald Sloots. Dit is een groot pluspunt, want samen met elkaar hebben we op deze manier de ruwbouw in de korte tijd kunnen optrekken. Het bewijs dat korte lijntjes werken. Alle neuzen staan dezelfde kant op. En ook belangrijk, waar we elkaar kunnen helpen, dan doen we dat. Heeft Marcel bijvoorbeeld onze kraan nodig om een private trap te hijsen, dan kan dat. En dat is andersom ook zo. Samenwerking verloopt echt heel erg goed. Met elkaar moet je bouwen. Die sfeer die heerst, die constant. De plusfactor voor dit project is de gelijkwaardige samenwerking met de ruwbouwgroep. Zeker voor herhaling vatbaar voor toekomstige projecten.